Welkom bij een nieuwe artiest van de maand. Normaal zijn jullie gewend dat hier mijn collega Aaron Dijsselbloem staat. Maar behalve presentator van Omroep Helmond is hij ook zelf actief als singer-songwriter en als uitvoerend artiest. En nou ja, normaal gesproken kunnen we ook Forum, maar dan gaat hij zien dat wij een programma over hem gaan maken. Dus we gaan lekker achterom en eens kijken waar hij aan toe is. Dit is een overval! Schrik, dat meen je niet. Ik kan je programma overnemen. Voor één keer. Dan sta ik met mijn bezem hier. Hallo. Hoi. Ik schrik helemaal. Ja, we gaan jou dit keer een programma op jou maken. Nou, superleuk. Ja. Ja, ik ben helemaal verrast. Ja. Ja. Drankje. Nou, lekker weer. En ik ben achter op jou. Kom goed. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. Aaron, bij de Omroep ben je bekend als Aaron Dijsselbloem, maar jouw artiestenbestaan, daar heet je Aaron D. Aaron D. Maar wat doe je dan precies? Nou, is afgeleid van ja, mijn achternaam, Dijsselbloem, R&D, Aaron D. Nou, wat ik doe, ja, zingen eigenlijk, voornamelijk natuurlijk. Ja, singer-songwriter, ik schrijf zelf ook, maar hoofdzakelijk dus uitvoerend artiest. Yeah. Dat is toch wel eigenlijk ja, de kern. En wat moet ik dan bij uitvoerend artiest, wat moet ik daaronder verstaan? Op het podium, aan de gang. Dus optredens, ik heb een kinderact, ik ben voor mezelf bezig. Onder de naam Aaron D, dus uiteraard. En ja, daarmee flink doende. Here we fucking go! Yeah, it's me. Come along and set you free. Let it be. Feel the vibe that runs to me. Yeah, it's me. Come along and set you free. Let it be. Nou, in het begin, jaren geleden, begon het allemaal een beetje in Helmond en omstreken. Yeah. En op den duur kwam mijn eerste single uit, 10 jaar geleden alweer, Gold, en in 2003. Yeah. En toen kwamen de optredens ook buiten de regio op gang. Dus eigenlijk ja, van Amsterdam tot Zwolle, maar of hetzelfde geldt ook in Eindhoven of in Helmond zelf. Yeah. Dus overal eigenlijk, gelukkig. In het wereldje terechtgekomen. Ja, 10 jaar geleden al begonnen, zeg je, maar... Ja, 10 jaar geleden kwam ik met mijn eerste single. Ja. Nou, eigenlijk in het korte gezegd ben ik in het jaar 2000 en 2001 volop gaan meedoen aan talentenjachten in cafés, regionaal, lokaal. Ja. En bij een van die talentenjachten stond een producer in het publiek, omdat zijn vriendin ook meedeed aan die voorronde. En die jongen zat al in het dancecircuit, was aan het produceren voor Mental Tio en werkte ook voor Berk Music, de platenmaatschappij waar ik dus later mijn eerste plaatje Gold destijds heb uitgebracht. Yeah. Dus zo is het, en toen is het balletje gaan rollen. Ik stond vroeger altijd al als kind zeg maar in de huiskamer met handdoeken om mijn handen. Yeah. En dat moesten dan de veren van Diana Ross voorstellen. Kun je nagaan. Schakel in de belangstelling staan. Ja, ook. Leuke bijkomstigheid. En muziek heeft me altijd heel erg geboeid. Yeah. Muziek luisteren, muziek maken, songteksten schrijven. Dus daar ben ik eigenlijk al heel vroeg mee begonnen. Mm-hmm. Toen ik nog thuis woonde op mijn kamertje. Ja. Dus toen begon het eigenlijk al. We zijn net klaar met het optreden, Steve. Ja, en toch moet je dan even bij make-up natuurlijk. Voor de handtekeningen. Ja, zo is het voor de kids. Maar het is helemaal goed gekomen. Dus enige ervaring. Super. Ja. Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Wat is er in die 10 jaar tijd eigenlijk allemaal gebeurd? Hè? Je geeft aan, 10 jaar geleden ben ik de eerste single, Gold. Ja. En in die 10 jaar, wat is er allemaal gebeurd? Ja, toen begon het wat serieuzere vormen aan te nemen in 2003. Eerste single Gold. Vervolgens zijn er nog een reeks singles verschenen. Waarvan een paar ook in de Megatop 100 hebben gestaan. Dus dat was echt van, dat smaakt naar meer. Ja, super. Heel veel dingen gedaan, veel opgetreden. En 2 albums afgeleverd. Dus dat was ook heel lang in de studio, nummers verzamelen. Het eerste album In Control was een afwisseling van covers en eigen materiaal. Yeah.
En het tweede album, Unusual Attack uit 2010, dat bevat alleen maar eigen materiaal. Ja. Dus dat was ook weer een verschil, een stukje groei. Ja. Dus ja, heel veel ervaring opgedaan, veel optredens gedaan en veel nummers uitgebracht eigenlijk. Ja. Ja, je bent een ras-echte Helmonder. Ja. Je bent opgegroeid in Helmond. Ja. En, maar hoe bekend ben je dan in Helmond? Geen idee. Ik vraag me dat altijd af. Ik loop wel eens, laatst ook weer, liep ik trouwens in Brouwhuis op straat bij het winkelcentrum. En toen riep ook twee meiden van een jaar of 14, 15 denk ik, van R&D. Weet je wel? En dan, maar die ken ik dan niet. En dat vind ik dan leuk. Ja. En dan verbaast me dan weer. Want ja, je staat er eigenlijk niet altijd bij stil. Ja. Het is altijd wel geroezemoes en mensen die fluisteren van, oh, die doet iets. Maar dan weten ze het niet helemaal. Dus ja, het is wel leuk. Na het uitkomen van jouw eerste album heb je ook echt tussen grote artiesten gestaan. Ja, ja. Klopt. Welke artiesten zijn het dan geweest? We hebben toen gestaan bij de Benga Boys. Yeah. Natuurlijk, ja, ons alle bekend. Yeah. Hele leuke mensen ook. Georgina Verbaan. Ja. Yeah. Glennis Grace. Ja. Yeah. In Breda toen dat tijd. En waar sta je dan als Helmonder? Ja. Dat is heel raar. Hoe voelt dat dan? Ja, raar. Yeah. Maar toch ook heel toegankelijk tegelijk. Ja. Yeah. Dus het zijn ook maar mensen. En ja. Yeah. Ze zijn, ze zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ja. Yeah. Het is wel leuk om ook met die mensen te praten en dingen uit te wisselen. Maar ik kan me ook voorstellen, heb je daar ook iets voor af moeten leren? Ja, je praat toch, je bent toch een Brabander of in ieder geval een Helmonder. Ja. Nou, afleren. Het Helmonds, het gepraat bedoel je. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nee, in Helmond en bij familie en kennissen praat ik natuurlijk gewoon Helmonds, maar het echte Brabantse gaat natuurlijk nooit echt weg. Nee. Per se wil kan het wel, maar ik vind, je hoeft je ook niet te schamen voor waar je vandaan komt. Dus ja, welkom! We zijn vandaag in Papendrecht, hè? Het is hier fantastisch. Het is hier fantastisch. We moeten hier optreden in Papendrecht, in het Vondelpark. En ja, we zijn op tijd, dus we dachten, nou, eventjes een blik achter de schermen hier. Dit is onze kleedkamer. Kim, laat eens even zien. Ik zou even hier ook laten zien. Aan deze kant ziet u weer toe. Tadaa! Maar wat is dit? Wat is dit? Dit is ons spectaculaire stopcontact. Heel spectaculaire stopcontact. En we hebben ook nog een bank. Een bank. Ja. En een tent voor ons helemaal alleen. Maak de rits maar even open. De rit weer gewoon dicht doen als je eruit komt, anders waait de tent. Anders waait die weg hoor. Ja, daarom. Kijk, dit is alleen al heel uniek. Ja, we moeten zo op. En er is nu nog een ander optreden bezig. Kijk, als je nou kijkt naar de nummers die je zelf maakt, ben je dan meer de man van de tekst of van de muziek? Nou, meer van de tekst. Dat staat echt op één. Dus als ik zelf eigen nummers maak, dan hou ik me bezig met de songtekst. En de producers doen dus het muzikale gebeuren. Ik zit er vaak wel bij. Een soort co-producer, om het toch een beetje te sturen. Wat we wel, wat we niet willen. Maar ik hou me voornamelijk bezig met de tekst, met de songteksten. Ja. Wat een hel, hè? Ja, ik ga dadelijk jou een teken geven. Waar ik een teken geef, dan ga je zingen. Je krijgt ongeveer één maat vooraf. Is goed. Oké? Okay? Akkoord. Komt-ie. Aaron, onder welke categorie valt jouw muziek eigenlijk? Nou, hoofdzakelijk dance, pop-dance, of pop met dance-invloed of andersom. Ja. Maar de laatste tijd ben ik steeds meer aan het experimenteren eigenlijk. Want zo heb ik dus begin dit jaar de piano-versie, eigenlijk de ballad-versie van het toch wel bekende Euphoria. Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I.
Met één single heb je ook echt internationaal gescoord, heb ik me laten vertellen. Ja, en daar kom ik zelf vocaal het minst in voor. Oh. Die is bijna instrumentaal. Maar ik rap een klein stukje. Yeah. Nowhere to Hide, jump plaat eigenlijk. 2007, 2008 heerste er een jump hype. Eerst Nederland, België en vervolgens waaide het een beetje over naar Duitsland. Daar is de plaat ook uitgebracht. En op gigantisch veel verzamel-cd's is die plaat verschenen. En dus daar ben ik ook super blij mee en trots op. Dus, en we hebben in de landelijke hitparade gestaan. Dus de Megatop 100 weer met die plaat. En hij heeft heel veel verzamel-cd's meegepakt. En waarom heb je voor dance gekozen? Nou, zelf ben ik een groot dance-liefhebber. Ik ben altijd naar grote dancefeesten gegaan. Mega Music Dance Experience destijds. Christine W. vind ik geweldig. Maar ook de Nederlandse DJ's. Armin van Buuren, Tiësto. Ik ben echt een dance-liefhebber. Maar toevallig kwam ik dus ook een producer tegen. Die dus al in het dance-gebeuren zat. Dus dat sloot eigenlijk mooi aan. Nou, van eigenlijk van de internationale doorbraak kun je nog niet echt leven. Maar wat doe je daarnaast dan nog? Om toch ja, eigenlijk rond te kunnen komen. Ja, het is natuurlijk, er kwamen heel veel artiesten mee. Het blijft moeilijk natuurlijk. Ja. Maar het is ook veel te leuk. Ja. En nou heb ik het geluk, ik voel me daardoor echt gezegend, dat ik dus wel werk daarnaast kan doen. Ja. Dat ook in het straatje past. Van muziek en entertainment, want ik doe bij Centerparks de dinnershows, dan zit ik in het entertainment team. En dat zijn showavonden, quizavonden, kinderentertainment, dus superleuk. En dat doe ik erbij een paar dagen in de week. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik ben altijd, dus ik voel het als een tweede thuis daar. Dus dat is echt superleuk om te doen, ja. Party people, zet de muziek maar luid, want confetti barst uit. Dus laat het feest beginnen. Dit is het beste nieuws van Nederland. Wij crossen feestelijk door heel het land. Confetti op tv of op je pc, doe mee. En tel van 5, 4, 3, 2, 1. Na met diverse singles te hebben gescoord, laste je eigenlijk een pauze in van 2 jaar. Was het een bewuste keuze? Ja, bewust. Want toen begonnen we eigenlijk met een nieuw project. Een ander project waar ik me mee bezig hou, Confetti. Dat is een duo. Samen met een andere dame vorm ik dat duo Confetti. En dat is toen eigenlijk begonnen, eind 2011. Dat is een kinderact, feestact. En daar kwam een single en een videoclip mee. Dus om me echt volledig voor 100% even op Confetti te kunnen concentreren, heb ik dus mijn project R&D eventjes op een laag pitje gezet. Jij en ik, you and me, vult je hoofd als verdoofd met deze woorden. Bestel van 5, 4, 3, 2, 1. Hand doe je omhoog, het barst los op de partyfeest en dans op de beat. Vraag het is jockey. En hoe gaat het nu met Confetti? Even wat minder, want Kim is zwanger. Dus we staan, ja, nu staat Confetti even op een laag pitje. Er staan wel wat optredens voor de zomer gepland. En die worden waargenomen door een vervangster, door een backup. Dus de optredens gaan wel door. Maar het najaar willen we toch weer gaan werken aan een nieuwe single in de studio. Ieder jaar organiseer jij in Helmond jouw eigen Aaron Delicious Party. Maar waar houdt dat dan in? Ja, klopt. Het is eigenlijk begonnen als grapje jaren geleden. Toen ook onder een andere naam, R&D & Friends. Zaten we in een wijkgebouw. Maar ja, we willen toch een beetje in het centrum zitten, in een echte horecagelegenheid. Dus we zijn 3 jaar geleden begonnen bij Partycentrum De Molen. Toen hebben we ook meteen de naam veranderd naar Aaron Delicious. Vonden we wat leuker. En ja, dat vindt ieder najaar plaats eigenlijk. En dit jaar in 2013 is de datum ook al bekend. Op zondagmiddag dit keer, 29 september. Dus iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. Toegang is gratis. Volop gastoptredens, een leuke talentenjacht als rode draad door de middag heen. Echt voor ieder wat wils. Een leuke muziekmiddag eigenlijk voor jong en oud. Je bent een hartstikke druk baasje.
druk bezig geweest in het verleden natuurlijk met de hitlijsten, nummers, singles en alles wat erbij hoorde. Je hebt je eigen Aaron Delicious Party in Helmond. Druk met confetti geweest, nu weer met nieuwe singles. Maar waar staat Aaron D over 10 jaar? Nou, als ik dan nog steeds bezig ben in de muziek en entertainment, als ik mijn optredens kan doen, als ik mijn ding kan doen, dan ben ik meer dan tevreden. Ik ben echt heel tevreden op dit moment. Maar mocht er ooit dus een uitschieter bij zitten, een hit, ja, natuurlijk, dat is meegenomen. Maar ik ben al heel tevreden als het zo door mag gaan zoals het gaat. Ja. En wat als nieuw lid van de Toppers? Als ze je daar nou voor vragen? Klinkt wel heel gezellig, maar ik maak net iets andere muziek. Maar ik vind het wel super, super om te kijken. Ja, ik vind het leuk om daarheen te gaan als gast, maar niet om daar te staan, denk ik. Oké. Okay. Euphoria, forever till the end of time. From now on only you and I. We're going up, 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 up. Nou, we zijn heel wat meer te weten gekomen over onze collega Aaron D. Volgende maand is alweer de laatste aflevering van Artiest van de Maand. En zit onze eigen Aaron Dijsselbloem weer op deze plek. Bedankt voor het kijken. En tot slot, natuurlijk laten we dus clip Shout van onze eigen Aaron D zien. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you, come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white,